vrienden, wij zijn in het plaatsje Gavi. Kijk, en hier, je denkt bij jezelf, ja, dat is waarschijnlijk hier boerenprotest. Nee, geen boerenprotest. Hier ook niet. Geen boerenprotest. Nee, het zijn de boeren hier die hun druiven komen brengen voor de heerlijke Gavi-wijn. En nou, en waar moet je beter, waar kan je beter zijn dan het plaatsje Gavi zelf? Nou, daar zijn we dan nu. En kijk hier, de druiven, die gooien ze dan hier in deze bak. Ja, hier vanuit die wagen, vanuit dat soort wagens. Ja, en daar staan wij naar te kijken. Nou, kijk met me mee. Vrienden, geniet even met mij mee. Ja, dit is werkelijk de ultieme weer Italië beleving. Kijk hier, daar heb je zo'n prachtig pleintje. En dan, ja, dan zie je in één keer dit staan. Restaurantje. En dan denk je, nou, weet je, ik loop hier even naar binnen toe. Kijk, en dan krijg je dit. Hier, hup, loop je er binnen. Maar dan loop je door. En nou kom je dus in het Italiaanse van het Italiaanse. Kijk, die zitten hier allemaal aan tafeltjes. Kijk, zitten hier allemaal gezellig te eten met elkaar. Ja, ciao. Ciao. Je zit hier gezellig te eten. En dat is dan een binnenplaatsje. Kijk, zeg maar een tuin achter de kerk. Kijk hier, daar zit de kerk. En dit is de tuin. En hier zitten de mensen dus, kijk, gezellig daar met z'n allen aan een tafel. Zoals je dat gewoon ziet, kijk, dat is nou puur Italië wat je hier ziet. Kijk, kijk, ciao, kijk hier, is dat geweldig of niet? Nou, en wij zitten hier ook. Ja, het reisbureau, zelf naar de zin, zit ook heerlijk aan tafel. En Jut heeft een nieuwe zonnebril, had hij gezien. Ja, hup. Mooi, nou, hè? Ja, mooi zonnebril. Nou, en, maar dat niet alleen, vrienden. Ik ga jullie vertellen over Gavi. Kijk, ik ga het je laten zien. Het staat hier op het briefje. Ravioli di Gavi. Nou, en wat blijkt, de chef hier, die komt uit Gavi. Die komt hier uit dit dorp. En die man heet Ravioli. En die heeft de ravioli ontdekt, gewoon, weet je wel, die envelopjes maken, lekker van die pasta, met allemaal lekkere dingen erin. En dat heet dus ook, de originele ravioli heet ook Ravioli di Gavi. Nou, en, ja, reisbureau heeft het besteld. Ja. Ja, die gaat het. Mijn favoriet? Ja, mijn favoriet, die gaat het eten, ja. Nou, en ik ga er ook al mee doen. Nou, vrienden, we krijgen het zo opgediend. Dit is gewoon het pure Italiaanse werk, vrienden. Ik ben zo blij dat we hier middenin terecht zijn gekomen. Kijk, kijk, kijk. Hier, dit is de baas. Ja. Not me. Not me. Ja, natuurlijk. Hallo. Yes. Hallo. Yes. Nou, daar komt het moment aan, vrienden. Hier gaan we dan, hè. Kijk, zij gaat hem dus proeven, hè. Hier. Jut gaat hem dus proeven. De ravioli nog niet. Ja, ja, wacht even, wacht. De ravioli di Gavi. Nou, daar komt hij aan, hè. Daar gaan we dan, hè. Hop. En ze neemt een hapje. En dan laten we het even proeven. En wat zegt het reisbureau dan? Heel lekker. Heel lekker, ja. Dat mag ook wel. Nou, en ik ga dat ook doen. Vrienden, wij gaan jullie gedag zeggen. Wij gaan onze, zeg maar, Giro d'Italia, die gaat hier eindigen. Wij gaan jullie gedag zeggen. Nou, schatje, zeg iedereen maar gedag. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. En ik zeg jullie ook gedag.
Bye.